Dus de regen zal snel weg zijn, Tabs. Super! Aangezien ik net klaar ben met mijn leuke schilderij. Kun je raden wat het is? Wauw, Tabs. Precies goed. Het is een pinguïn die een kopje thee vasthoudt terwijl hij door een jungle rolt. Zoveel kleuren. Wauw, een regenboog. Zoveel kleuren. Ik vraag me af, hoe komt de regenboog aan al zijn kleuren? Goed idee, Tabs. We kunnen naar boven vliegen en het de regenboog vragen. Maar eerst heb ik vleugels nodig. Vleugels bevestigd. Laten we gaan verkennen. Activeer het Flippy Station. De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Laten we gaan uitzoeken hoe een regenboog aan al zijn kleuren komt. Jongens en meisjes, aandacht alsjeblieft. De grote blauwe lucht is trots om jullie te presenteren. De natuurs grootste influencer. Ik ben Bowie de Regenboog. Wow. Hey, ik ben het, Blippi. Ik ben een grote fan, Bowie. Ik ken al je kleuren. Dank je, dank je, dank je. Ik ben erg trots op mijn kleuren. Laat me je ze één voor één laten zien. Doe mee. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Goed gedaan, Blippi. Weet je, vandaag is een grote dag. We doen een dubbele regenboog showstopper. Oh, jij moet deel uitmaken van mijn optreden. Echt waar? Ik zou vereerd zijn, maar ik weet niet hoe je aan al je kleuren komt. Kun je me dat laten zien? Natuurlijk, superfan Blippi. Laten we eerst eens kijken naar deze pluizige wolk. Een zogenaamde bloemkoolwolk. Oh, het lijkt erop dat het net heeft geregend. Wat perfect is, want dat betekent dat er veel waterdruppels in de lucht zijn. Wow, deze wolk heeft zoveel kleine waterdruppeltjes. Hashtag true. Oké, volgende stap. Plaats de wolk zo dat het zonlicht door de waterdruppeltjes schijnt. Zoals hier. Als het licht door het water gaat, buigt het af. En vervolgens splitst het licht in alle kleuren van de regenboog. Voilà! Dat is geweldig! Ik denk dat ik het antwoord op mijn vraag heb. Hoe komt de regenboog aan al zijn verschillende kleuren? Dat is wanneer het zonlicht door het water schijnt, dan buigt het licht en splitst het licht in alle kleuren van de regenboog. Upload antwoord, Tabs. 5, 6, 7, 8. Wauw. En vergeet niet te liken en te abonneren, hè? Oké, goed. Ik zie je later, Blippi. Ik hou zo van het strand. Wauw, een vliegende vis. Ik vraag me af, wat zit er onder de oceaan? Goed idee, Tabs. We kunnen de oceaan ingaan en erachter komen. Ik heb eendenpoten en een propeller nodig. Eendenpoten, propeller, bevestigd. Activeer Blippi Station. De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Wauw. Het is een hele andere wereld hier beneden. Is dit een soort onderwaterbos? Precies, het is een bos. Welkom in mijn buurt. Mijn naam is Jerry, Jerry de Kwal. Hey, ik ben het, Blippi. En dit is Tabs. Wij wilden graag zien wat er in de oceaan is. Oh ja, de oceaan zit vol verrassingen. Ik laat het je graag zien. Ik ga mijn vrienden ontmoeten, maar ik zal je onderweg een rondleiding geven. Oké, bedankt Jerry. Eerste stop, ons kelpbos. Deze kelp kan tot 45 meter uitgroeien. Wauw, dat is zo hoog. Oh ja, maar soms blaast de waterstroom de kelp hier helemaal rond. Kelp, kelp! Oh nee, dit gebeurt nooit. Goed idee, Tabs. Laten we de turbo boosters gebruiken. Oh goed, blij dat je in orde bent. Laten we gaan. Wow, die vis is blauw en heeft een lange neus. Ze is een blauwe marlijn. Ze gebruikt haar neus om voedsel te zoeken en te vangen.
Ze is ook erg snel. Oh nee, dit gebeurt nooit. Ja, Tabs, het is hier echt donker. Waar we ook zijn. Jerry! Jerry! Blippi, ben jij dat daar binnen? Oh nee, wacht even. Ik liet een grijze walvis schrikken en ze blies je zo uit haar blaasgat. Dat gebeurt nooit. Bedankt dat je ons daar weg hebt gehaald, Jerry. Hey, je bent helemaal verlicht. Ik zei toch dat de oceaan vol verrassingen zit, nietwaar? Hey, kijk, het zijn je vrienden. Hey, maatjes, jullie hebben me gevonden. En ik heb het antwoord op mijn vraag gevonden. Wat zit er in de oceaan? Er is een kelpbos, blauwe marlijnen, enorme walvissen en een kwal die oplicht. Upload antwoord, Tabs. En we zijn pas bij hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 is er een octopus en een haai en een zeeschildpad en een tonijn. Doei, Jerry. Oh, en er is een otter en een zeepaardje en een kreeft en een pijlstaartrog. Wauw, dat is een behoorlijk hoge berg. Ik weet zeker dat er veel hogere bergen zijn, Tabs. Ik vraag me af, wat is de hoogste berg ter wereld? Goed idee, Tabs. We gaan naar de Himalaya en zoeken het uit. Ik heb vleugels en een grijparm nodig. Vleugels, grijparm, bevestigd. Activeer Blippi Station! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Laten we de hoogste berg ter wereld gaan zoeken. Joehoe! Hey, ik ben het, Blippi. En dit is Tabs. Wij zoeken naar de hoogste berg. Ik ben hem net aan het beklimmen. Hi, ik ben Betty de Yeti. Yeti! Ik was net op weg naar de top. Dat is waar de beste sneeuw ligt. Niets is erger dan oude sneeuw. Mag ik misschien mee? Ik wil graag zien hoe het is op de top van de hoogste berg. Natuurlijk, maar maak je klaar. Deze berg is super hoog. Ijs. We zijn hoog. En het is veel kouder hierboven. Oh, bedankt, Tabs. Ik ben dol op warme chocolademelk. Lamine! Kepje! Phew, dat was op het nippertje. Hey, dit is de bergtop. Het is ons gelukt. Wow, het waait hier zo hard. Ik heb je, Blippi. Dus wat is de naam van deze berg? Het is Halalaimo. Oh, en jij noemt het Mount Everest. Je hebt gelijk, Tabs. Ik heb het antwoord op mijn vraag. Wat is de hoogste berg ter wereld? Het is de Mount Everest. Hij is wel 8849 meter lang. Upload antwoord, Tabs. En de sneeuw hier is heerlijk! Sneeuwboertje? Geniet van je sneeuwsnack. Doei, Berry de Yeti. Dag, Blippi. Moet je kijken! Een vulkaan! Dat klopt, Diebo. Als een vulkaan uitbarst, komt er rook en hete lava uit de bovenkant. Vraag je, waarom barst een vulkaan uit? Goed idee! We gaan bij de vulkaan naar binnen om het uit te zoeken. Ik heb vleugels, spinnenpoten en een warmteschild nodig. Vleugels, spinnenpoten, warmteschild bevestigd. Activeer Blippi Station! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Laten we door de zijingang de vulkaan ingaan.
Wow! 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 Het is echt heel warm hier! Wow! Hey, hallo! Ik ben Maggie, het magma-monster. Hoi, ik ben Blippi. En dit is Debo. We willen graag weten waarom een vulkaan uitbarst. Zet je daar maar goed schrap, Blippi. Over je schrap zetten gesproken. Diep beneden ons midden in de aarde smelt de warmte van de planeet stenen. Wat je magma noemt. Net zoals ik. Je hebt gelijk, Debo. Dit lijkt precies op een van onze favoriete spelletjes. De vloer is lava. Wow! Magma verandert in lava nadat het uit de vulkaan is gebarsten. Wow! Dus volgens mij ben ik de vloer. We komen al hoger. Dat komt omdat het magma steeds meer groeit. Als er meer stenen gesmolten worden. Hé, ik vraag me af waar dit toe leidt. Pas op, Libby. Magma! Poeh, dat was op het nippertje. Maggie, je vult nu bijna de hele grot. Dat doe ik zeker. En terwijl ik groei, komt er steeds meer druk binnen in de vulkaan. Totdat we door de korst heen barsten. Of op de rand van de aarde. Hou je vast. Wee! Ah, veel beter. Maggie, wat een knalfeest. En ik heb het antwoord op mijn vraag. Waarom barst een vulkaan uit? Een vulkaan barst uit als de hete magma binnen in de vulkaan steeds meer wordt en door de rand van de aarde heen barst. Een bloot antwoord, Debo. Dat was leuk, Blippi. We eindigen met een knal. Ja, zeker weten. Doei, Maggie. Kijk eens naar die sneeuwvlok. Wow! Wow! Ik ben het ermee eens, Debo. Sneeuwvlokken zijn supermooi. Ik vraag me af, hoe wordt een sneeuwvlokje gemaakt? Ja, je hebt gelijk, Debo. We kunnen in een wolk gaan en erachter komen. Ik heb een grijparm en vleugels nodig. Grijparm, vleugels bevestigd. Activeer Blippi Station. De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. We zitten heel hoog en de lucht is heel erg koud. Is het niet zo chill? Ik ben Mimi. Welkom op mijn wolk. Ha! Hey, ik ben het, Blippi. En dit is Debo. Het lijkt wel alsof jij heel hard aan het werk bent. Ha! Je hebt gelijk. Ik ben nu een klein deeltje. Maar binnenkort zal ik een grote sneeuwvlok zijn. Kun je me die grote waterdamwolken doorgeven? Het water in de wolk bevriest op mij en dan krijg ik meer kristallen. Eén sneeuwvlok kan wel 100 ijskristallen bevatten. Al die ijskristallen hebben jou zeker sterk gemaakt, Mimi. Hier, ja! Ga vangen, Debo. Nu dat ik zwaar genoeg ben, kan ik op de grond vallen. Volg mij. Yay! Mimi, elke keer dat waterdamp aan je blijft kleven en ijskristallen wordt, word je nog groter en indrukwekkender. Bedankt. Je hebt 6 punten, hetzelfde als elke andere sneeuwvlok. Maar je hebt je eigen unieke ontwerp. Yep, geen 2 sneeuwvlokken zijn hetzelfde. Dat betekent dat er niemand is zoals ik. Daarom heet ik Mimi. Een sneeuwpop, perfect. Ik kan er landen met de rest van de squad. Het is gelukt. Stop de landing. Goed bezig, Mimi. En ik heb het antwoord op mijn vraag. Hoe wordt een sneeuwvlok gemaakt? Het begint als een deeltje in de lucht en verzamelt ijskristallen naarmate het kouder en kouder wordt. En vormt uiteindelijk een unieke sneeuwvlok. Een bloot antwoord, Debo. Doei doei, Mimi. Later, Blippi. Wow, hobbelige zandduinen. En nog
Gobbeliger! Wauw, wat een geweldig zandkasteel. Hey, golf in aantocht! Oh nee, het ziet er naar uit dat dat kasteel niet tegen die golf op kon. Ik vraag me af, kan ik een zandkasteel bouwen dat niet weggespoeld wordt? Ja, je hebt gelijk, Tabs. Er is maar één manier om daarachter te komen. Ik moet zelf een zandkasteel bouwen. En wat ik nodig heb zijn de graafmachine en spinnenpoten. Graafarm, spinnenpoten, bevestigd. Activeer Blippi Station! De Blippi-mobiel is klaar voor actie. Laten we een zandkasteel maken dat niet weggespoeld wordt. Nu moeten we onszelf zo groot maken als een zandkasteel. Krimpen! Voel je die koele oceaanbries, Tabs? Wow! Hallo daar! Ik ben Krabby de Krab. Aangenaam kennis te maken. Oh, sorry you. Soms ken ik mijn eigen kracht niet. Hoi Krabby, ik ben het, Blippi. En dit is mijn Blippi-mobiel. Oh, wat mooi. Dus ben je een leuk ritje over het strand aan het maken? Nou, eigenlijk Krabby. Ik ben hier omdat ik benieuwd ben of ik een zandkasteel kan bouwen dat niet wegspoelt. Oh, je bent naar de juiste Krab gekomen. Ik ben een planner, een graver en een bouwer. Ik kan je helpen, Blippi. Geweldig. Dus het eerste dat we gaan doen is een gracht bouwen. Dat is een duur woord voor een diepe geul. Want het water gaat in de geul en het spoelt niet weg wat erachter ligt. Dus laten we lekker gaan graven. Graaf, graaf. Graaf, graaf! Wow, Krabby, wat een gat! Nou, laten we een zandkasteel bouwen. Ja, je hebt gelijk, Tabs. We hebben een schep nodig. Klaar! Helemaal gelukt! Je hebt het nu al gebouwd, Krabby. Ja, en onze gracht is perfect. De gracht is het gat dat we gegraven hebben rond het kasteel. Mooie gracht en het beste zandkasteel ooit. Golf in aantocht! Wauw, de gracht werkte, Krabby. Dit betekent dat ik het antwoord heb op mijn vraag. Kan ik een zandkasteel bouwen dat niet wegspoelt? Dat kan ik door er een gracht omheen te maken om het water op te vangen. Upload antwoord, Tabs. Dank je, Krabby. Zie je later, Blippi. En blijf vooral graven, hè? Ik zie de maan, de sterren en is dat een planeet? Oh, het is een planeet, Tabs. Wauw. Er is een heel gebied in de ruimte met de planeten en de zon. Het heet het zonnestelsel. Ik vraag me af, welke planeten zijn er in het zonnestelsel? Goed idee, Tabs. Laten we de ruimte ingaan. Ik heb eerst een raketbooster nodig. Raketbooster bevestigd. Activeer Blippi Station! Nu is het tijd om planeetgrootte te krijgen. Activeer supergroei! Ja, Tabs, we zijn in de ruimte. Wow, het is een meteoor! Hey, ik ben het, Blippi! Welkom in de ruimte! Ik ben Mary de Meteoor! Wij zijn hier om meer te weten te komen over alle planeten in ons zonnestelsel. Er zijn 8 planeten in ons zonnestelsel. Laten we ze ontmoeten. Het dichtst bij de brandende zon zijn de 2 kleinste en heetste planeten. Mercurius en Venus. Wow, dat is heet. We moeten gaan. De 3e planeet is je thuis, de aarde. Hoi mama. Dan is er Mars, de rode planeet. Mars is rood omdat het bedekt is met roestige grond. Dat is echt veel stof. Kom op! De volgende is de reus Jupiter. Groter dan alle planeten bij elkaar. Maar hij maakt mij niet bang. Wow, we moeten gaan. We zijn nu echt best ver van de zon vandaan, zeg. Welkom bij Saturnus en haar ringen. Wow, ze zien er echt prachtig uit. Kunnen we dichterbij komen? Natuurlijk!
Wacht, we zijn nog niet klaar. Aan je linkerkant is Uranus, miljarden kilometers van de zon. Behoorlijk koud. En dan nu de verste, meest winderige en koudste planeet van ze allemaal. Neptunus. Wauw, ik heb het antwoord op mijn vraag. Welke planeten bevinden zich in ons zonnestelsel? Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Upload het antwoord, Tabs. Bedankt voor de rondleiding, Marky. Dat was echt te gek. Tot ziens, Blippi. Tijd voor een regenbui. Een meteorenregen. Doei, Marky de meteor. Tabs, dat springkussen is niet van deze wereld. Ik vraag me af, hoe zou het zijn om te stuiteren op de maan? Goed idee, Tabs. We kunnen naar de maan vliegen en het op die manier ontdekken. Ik heb een raketbooster, graafarm en kikkerbillen nodig. Straaljagers, graafarm, kikkerbillen, bevestigd. Oké, laten we gaan verkennen. De Blippi-mobiel is klaar om op avontuur te gaan. En daar is de maan! Ja! Oké, tijd om te landen. Hey, dat kietelt. Wie ben jij? Mijn naam is Rocky de Maansteen. Ik ben een steen. Hey Rocky, ik ben het, Blippi. En dit is Tabs. We zijn hier om erachter te komen hoe het is om te stuiteren op de maan. Ik heb het zelf nooit geprobeerd, omdat ik een rots ben en zo. Maar laat me eens kijken of ik gewoon kan opstaan. Ja. Oké, laten we dan gaan stuiteren. Tja, 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 tja. Ik ben hier zo licht als een veertje. Ik wist niet dat ik zoveel plezier kon hebben. Woehoe! Het is verbazingwekkend dat we hier zo lang blijven. Waarom duurt het zo lang om naar beneden te drijven? Vanwege de zwaartekracht. Het is de onzichtbare kracht die je maanboots op de grond houdt. Het trekt alle boel weer naar beneden. Maar er is veel minder zwaartekracht rond de maan dan op aarde. Want de maan is zoveel kleiner. Oh, dus daarom drijven we zo lang. Ik denk dat ik het antwoord heb op mijn vraag. Hoe zou het zijn om te stuiteren op de maan? Het is gewoon superleuk. En de sprongen zijn erg groot. En dat komt omdat er op de maan minder zwaartekracht is dan op aarde. Upload antwoord, Tabs. We hebben het gevoel dat we zweven, maar de zwaartekracht trekt ons langzaam weer naar beneden. Tja, 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 tja. Bedankt voor de beste tijd die ik, Rocky de Maansteen, ooit heb gehad. Doei, Rocky. Blijf stuiteren, Blippi. Wow. Oh. Moet je dat kleine schattige eekhoorntje eens zien? Zag je hoe ze dat nootje heeft begraven? Dat klopt, Diebo. We moeten het antwoord weten. Ik vraag me af, waarom begraven eekhoorns hun nootjes? Ik heb een graafarm en vleugels nodig. Graafarm, vleugels, bevestigd. Activeer Blippi Station. En nu verkleinen! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Kijk, Diebo. Dat is een eikel. Dat is een notensoort en eekhoorns zijn er dol op. Kom maar hier, eekhoorntje. We hebben een eikeltje voor je. Nootjes, nootjes. Ik heb meer nootjes nodig. Ik kan nooit genoeg nootjes hebben.
Hallo, ik ben Blippi en dit is mijn vriendje Debo. We hebben een eikeltje voor je. Nootje! Oh, bedankt voor de eikel. Ik heet Sparky. Ik ben een soort van een notenexpert. Dan kan jij ons helpen, Sparky. Waarom begraven eekhoorns hun nootjes? Wat? Begraaf jij je nootjes niet? Huh? Oh, kom maar met me mee. We kunnen niet zonder nootjes. Nootjes, nootjes en nog meer nootjes. Dit is de tuin. Mijn favoriete plek om dingen te verzamelen en te begraven. Weet je, ik kan 25 dingen begraven in een uur. Dat zijn een boel dingen, zeg. Hoe onthoud je dan waar je alles laat? Ik onthoud hier alles in die stoffige bovenkamer van me. Mijn geheugen is geweldig. Denk jij dat jij dingen kunt onthouden zoals ik? Wil je het proberen? Dat willen we zeker. Oké, let dan maar eens goed op. Oké, weet je nog waar ik al die eikels verstopt heb? Natuurlijk weten we dat. Dat is een eitje. Geen eikel. Dit is moeilijker dan ik dacht. Hallo, heerlijke walnoot. Wij kunnen helemaal geen eikels vinden. Dat klopt. Ik verstop mijn nootjes op hele speciale plekken, zodat alleen ik ze weer terug kan vinden. Op die manier kan ik ze goed beschermen en graaf ik ze pas op in de winter, als ik honger heb en het lastig is om eten te vinden. Zo cool! En nu weet ik het antwoord op mijn vraag. Waarom begraven eekhoorns hun nootjes? Eekhoorns begraven nootjes en andere dingen, zodat ze die later kunnen opeten. En dat ze ook genoeg hebben voor in de winter. Een bloot antwoord, Debo. Doei, Sparky! Wow, ik hou van onze Blippi-mobiel. Dat klopt, Debo. Onze auto heeft allemaal leuke dingen. Vraag je, hoe zagen auto's er eerst uit? Goed idee. We kunnen terug in de tijd gaan om naar een van de eerste auto's te kunnen kijken. Ik heb helikoptervleugels nodig. Helikoptervleugels, bevestig. Activeer Blippi Station. We gaan terug in de tijd! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. We zijn nu gewoon 100 jaar terug in de tijd gereisd. Ik vraag me af van wie dit huis is. Ik woon hier. Ik ben Blippi. Wie ben jij? Hey, ik ben het. Blippi. Wacht, bent u soms mijn overgrootopa? Ik denk het wel. Kom hier, toekomst Blippi, mijn achterkleinzoon. Opa, we willen graag weten hoe de eerste auto's eruit zagen. Goed getimed. Ik wilde net mijn eerste ritje gaan maken in mijn gloednieuwe auto. Nou, is ze niet prachtig? Echt heel cool. Dus, hoe start je hem? Deze draaiknop maakt vonkjes die de motor laten starten. De motor draait, ja! Ik geloof dat er maar 2 mensen in uw auto passen. En geen gordels? Gordels houden je veilig. Oh, wauw, gordels? Oké, daar gaan we. Op naar de top van de heuvel. We zijn er! Ik wist dat ze het kon. En nu op naar beneden. Oh nee, Debo! Wow! 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 Heeft de auto ook remmen? Natuurlijk heeft ze die. Dat was echt heel erg cool. Oh, jongen toch. En ik heb het antwoord op mijn vraag. Hoe zagen de eerste auto's eruit? Je moet aan de draaiknop draaien om hem te starten. En er kunnen maar 2 mensen in. En je trekt aan de handrem om te kunnen remmen. Een bloot antwoord, Debo. Doei, overgrootopa Blippi. Veel plezier met veilig rijden. Lekker. Deze boterhammen gaan echt heerlijk smaken. Oh,
Wat een bende! Hé, hey, moet je die vlieg op het plafond zien lopen? Ik vraag me af, hoe lopen vliegen op het plafond? Ik heb vleugels en spinnenpoten nodig. Vleugels, spinnenpoten, bevestigd. Activeer Blippi Station. En nu verkleinen! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur! Hey Diebo! Volgens mij ken ik die vlieg! Het is Horace! Hey Blippi! Hoe gaat die vriendje van me? Hoe ben je op het plafond gekomen? Oh, dat is makkelijk! Moet je zien! Tada! Ja, meneer. Het plafond is mijn persoonlijk, privé dansvloer. Probeer maar eens. Hier gaan we. Wow! Waarom kan de Blippi-mobiel niet ook op het plafond staan? Ik zak steeds weg. Om niet te zakken, blijf je maar plakken. Plakken? Weet je, mijn voeten maken een super plakkerige lijm die me helpt om aan het plafond te blijven plakken. Hier, probeer maar eens. Oké, bedankt. Hier gaan we. Wow. Wow. Nu plak ik ook op het plafond. Moet je die bende zien? Oh. Ah, de lijm houdt ons vast op dezelfde plek. Dat komt omdat je de vliegbeendraai niet doet. De vliegbeendraai? Precies. Vlieglijm is zo sterk dat we onszelf van het plafond af moeten duwen om te kunnen lopen. Zoals dit. Zoals dit? Ja, zo moet het. Oké, daar gaan we. Doe de vliegbeendraai. Doe de vliegbeendraai. Doe je voeten los en doe het nog een keer. Het is gelukt. En ik heb nu het antwoord op mijn vraag. Hoe lopen vliegen op het plafond? Vliegenpoten hebben een speciale plakkerige lijn die ze laten plakken aan het plafond. Een bloot antwoord, Diebo. Nou, ik ga maar weer eens op pad om iets lekkers te eten. Tot ziens, Blippi. Doei. Wow! Moet je die gigantische wolkenkrabber met een hijskraan ernaast zien? Dat klopt, Diebo. Hij helpt om het gebouw te bouwen. Ik vraag me af, hoe bouwt een hijskraan een gebouw? Goed idee. We gaan met de hijskraan praten. Ik heb een grijparm en uitschuifbare benen nodig. Grijparm, uitschuifbare benen, bevestigd. Activeer Blippi Station. De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Uitschuifbare benen omhoog. Wow! Hi, kom je mij helpen? Hey, ik ben het, Blippi. En dit is Diebo. Oké, ik help wel. Hoe heet jij? Ik ben Karim. Karim de hijskraan. Vandaag mag ik voor het eerst aan de slag. Ik ben best wel nerveus. Dat snap ik wel. Nieuwe dingen uitproberen maakt mij soms ook nerveus. We doen ons best om je te helpen. Ik draai en draai en draai mezelf rond. En dan strek ik mijn arm heel ver uit. Aan mijn arm zit een haak. En nu kan ik mijn haak gebruiken om deze zware stenen op te tillen. Wow, pas op, ik krijg hem niet stil. Ik heb je. Ja, bedankt, Blippi. Ik ben nog aan het leren, maar het komt goed. Zou je me kunnen helpen met het dak? Het is dat grote glazen vierkant daar beneden. Glas is heel breekbaar. Je kunt dit. Ik doe het. Ik ben het echt aan het doen. Oké, haal hem naar boven, Karim. Oh, grutjes! Pas op daar beneden! Huh?
kebbes. Oké, laten we de klus klaren. Ja! Is Karim helpen niet superleuk? Het is gelukt. En nu weet ik het antwoord op mijn vraag. Hoe helpt een hijskraan met het bouwen van een gebouw? Hijskranen tillen zware spullen die ze daarna gebruiken om een heel groot gebouw te bouwen. Upload antwoord, Debo. Yes! Bedankt voor alles, Blippi. Doei! Doei, Karim! Je bent een fantastische hijskraan. Wow! Kijk! Een vogel die in de nacht vliegt. Ha, het is een vleermuis. Een vraagje. Hoe vliegen vleermuizen in het donker? Goed idee, Debo. Laten we gaan vliegen in de nacht. Ik heb vleugels en spinnenpoten nodig. Vleugels, spinnenpoten, bevestigd. Activeer Blippi Station. En nu verkleinen! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Wow, wat zijn dat voor lichten? Hoi, ik ben het Blippi. Ik heb een koplampen aangezet om je te vinden. Ah, hoi Blippi, ik ben Matt de Vleermuis. Ik was net onderweg om een favoriete rondje te vliegen. Gaan jullie mee? Natuurlijk. Ik vroeg me al af hoe vleermuizen vliegen in het donker. Dat kan ik laten zien. Maar één ding, Blippi. Geen koplampen. Oké. Wow, het is zo donker. Takken. Boom. Kijk uit. Wow. Blippi, heb je die boom niet gehoord? Nee, ik heb... Wacht, zei je nu... Heb je de boom niet gehoord? Ja, ik kan alles om me heen horen. Kijk uit, rotsen. Wow, hoe doe je dat? Vleermuizen hebben de speciale eigenschap echolocatie. Ik maak geluiden en die weerkaatsen tegen de objecten. Echoen dus. Dus ik weet precies waar alle objecten zijn en hoe ver ze van me vandaan zijn. Echt waar, Debs? Heb jij ook echolocatie omdat je een robothond bent? Tijd om het te gebruiken. Wow! Vliegen! Wow! 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 Yay! Goed gevlogen, jongens. Dank je. En ik heb het antwoord op mijn vraag. Hoe vliegen vleermuizen in het donker? Echolocatie. Vleermuizen maken hoge tonen die tegen objecten weerkaatsen en echoen. Dan kunnen ze in het donker precies zien waar ze zijn. Upload antwoord, Debo. Oh, het is bedtijd. Leuk om met jullie te hebben gevlogen, jongens. Slaap jij ondersteboven? Wauw, vleermuizen zijn geweldig. Vaarwel met de vleermuis. Wow, die vogel heeft veel takken in zijn bek, zeg. Dat klopt, Debo. Ze brengt ze naar haar nest. Een vraagje. Hoe maken vogels een nest? Goed idee. We volgen de vogel en vragen of ze het wil laten zien. Ik heb vleugels en een grijptang nodig. Vleugels, grijptang, bevestigd. Activeer Blippi Station. En nu verkleinen! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Hallo, ik ben het Blippi en dit is Debo. Oh nee, wat is er met je nest? Hallo Blippi en Debo, ik ben Jody. Mijn nest is vannacht beschadigd geraakt door de storm. Oh, maak je geen zorgen, eitjes. Mama is op een missie om het nest te herbouwen. We vroegen ons af hoe je een nest maakt. Ik kan wel een extra vleugel gebruiken om voor mijn twee eieren te zorgen. Debs wil heel graag oppassen. Oh, bedankt, Debo. Blippi, kun je met me meegaan om voorraden te halen? Gras, modder en takjes.
Ze zijn allemaal in de buurt van Jake's huis. Dus ze zullen hem bezig moeten houden. Erg onvriendelijk. We gaan! Oh, lief vogeltje. Jody, hoe ver ben je met het gras? Ik heb al het gras. Tijd voor de modder. Modder, ik ben in het nest. Nu alleen nog wat takjes uit deze boom. Deze jongen weer? Oh, bedankt, Diebo. Tijd om te bouwen. Eerst maak ik een cirkel met takjes en gras. En dan nog wat meer takjes op elkaar gestapeld. Wauw, je gebruikt je snavel om te bouwen. De modder werkt als lijm. Het houdt een nest bij elkaar. Je nest is fantastisch, Jody. En ik heb het antwoord op mijn vraag. Hoe maken vogels een nest? Vogels zoals Jody gebruiken natuurlijke dingen zoals gras en takken. Dan gebruik je modder om alles aan elkaar te plakken. Upload antwoord, Diebo. Dag, Blippi en Diebo. Dank jullie voor al jullie hulp. Vaarwel, Jody. Doei, eieren. Wauw! Kijk naar die eenden die daar in de vijver aan het drijven zijn. Precies, Diebo. Er moet een reden zijn waarom eenden niet zinken. Hoe kan het dat eenden niet zinken? Goed idee. Laten we het ze vragen. Ik heb eendenpoten en vleugels nodig. Eendenpoten, vleugels, bevestigd. Activeer Blippi Station. En nu verkleinen! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Hier, eentje. Hier, jongen. Wow, groot eentje. Hou je vast, Diebo. Hallo, ik ben het, Blippi. En dit is Diebo. Oh, hallo daar, Blippi en Diebo. Ik ben Declan. Welkom in de vijver. Komen jullie zwemmen? Nou, we zijn hier eigenlijk omdat we willen weten hoe je drijft. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Oh, we trappelen wel heel veel met onze poten. Wil je het zien? Een goed idee. Ik ga eens kijken. We komen niet dichterbij. Oh ja, we hebben onze verrekijker. Wow! Wat vind je ervan? Je hebt hele grote zwemvliezen. Diebo heeft gelijk. Je bent gestopt met paddelen en je drijft nog steeds. Dan zijn het dus niet mijn poten waardoor ik drijf. Oh, ik heb een idee. Misschien heeft het iets te maken met onze vleugels. Hey, Terry, laat Blippi eens onder je vleugels kijken. Woehoe! Het is net een verentunnel hier. En de veren zijn een beetje vettig. Wij maken een speciale olie waardoor onze vleugels waterdicht blijven. Waterdichte veren! Wow! Is dat een bubbel? Bubbels? Wat doen die dan? Het is lucht. De luchtbellen drijven in de veren net zoals een ballon. Oeh, dus de bubbels laten ons eenden drijven. Hey Terry, we hebben bubbels in onze vleugels. Ja, precies. En nu heb ik een antwoord op mijn vraag. Hoe drijven eenden? Eenden hebben luchtbellen in hun veren en de luchtbellen drijven. Dus, eenden drijven? Upload antwoord, Diebo. Bedankt voor alles, Declan. Tot ziens. Blijf drijven. Doei, Blippi. Wow! Dit spinnenweb ziet er geweldig uit. Je hebt gelijk, Diebo. Spinnenwebben hebben echt zulke artistieke ontwerpen. Ik vraag me af, hoe maken spinnen een web? Ja, laten we een spin zoeken om het te vragen. Ik heb vleugels en spinpoten nodig. Vleugels, spinnenpoten, bevestigd. Activeer Blippi Station!
We gaan krimpen! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Bonjour, ik ben Spencer. Je bent net op tijd van mijn nieuwste artistieke creatie. Hey, ik ben het Blippi. Ga jij net een web maken? Zeker, het wordt mijn grootste meesterwerk. Het mooiste web aller tijden. Oh, wil jij helpen? Ja, ik wil heel graag leren hoe spinnen een web maken. Tijd om te creëren. Diebo, ik ben zo terug. Blippi, jij kunt mijn houder en tester zijn. Mijn web zal een cirkelvormig ontwerp zijn met enkele driehoeken in het midden. Wat voor soort draad gebruik jij om je web te maken? Ik gebruik zijdendraad die ik zelf maak. En ze schieten zo uit mijn buik. Voor een spin of een insect zijn deze draden zo sterk als staal. Dat is zo gaaf! Vervolgens de cirkels om mijn meesterwerk te voltooien. Kun jij deze draad op zijn plaats houden, Blippi? Ja! Wow, het is een cirkelvorm! Oh, perfect! Pak die draad, Blippi, om uit te zwaaien om te kijken! Wow, geweldig! Wacht, is dat een foto van mij op je web? Ja, jij bent het! Mijn meesterwerk! Nu kun je het testen! Stuit er tegenaan, kijken of het stand houdt! Wee! Wauw! Het plakkerige deel is voor het vangen van insecten om te eten. Je web is mooi en nuttig, Spencer. En je hebt mijn vraag beantwoord. Hoe maken spinnen webben? Ze gebruiken supersterke en kleverige draden om een web te maken met een cool cirkelvormig ontwerp. Upload antwoord, Diebo. Bedankt dat je ons hebt laten zien hoe je een perfect web maakt, Spencer. Doei doei! Au revoir! Je hebt gelijk, Diebo. Dit is een kangoversteek. En we zijn in Australië. Dus ik denk dat je nooit weet wanneer een kangoeroe wow, naar binnen stuitert. Wauw, wat een spectaculaire sprong. Ik vraag me af, hoe hoog kan een kangoeroe springen? Goed idee. We gaan het aan die kangoeroe vragen. Ik heb kikkerbilletjes nodig voor dit avontuur. Kikkerbilletjes bevestigd. Activeer Blippi Station. De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. We zijn in de Outback, dus laten we een kangoeroe gaan zoeken. Hallo daar, ik ben Rooney. Wat breng je bij deze onderdelen in je coole auto? Hey Rooney, ik ben het, Blippi. En dit is Diebo. We wilden zien hoe hoog een kangoeroe kan springen. Leuk je te ontmoeten. Nou, ik kan hier zo hoog springen als je mobiel. Maar ik kan hoger springen. Wow, Rooney springt behoorlijk hoog en supersnel. Ah, je bent zelf best snel. Heb je zin in een kleine race, Blippi? Klinkt leuk. Akkoord. Laten we rond die grote zandstenen rots daar beneden racen. We noemen het Uluru of Ayers Rock. Het is het hart van Australië. Wow, zo cool. In de eerste terug hier wint. Afgesproken, Rooney. Trouwens, woehoe, er staat misschien een hek of twee in de weg. Goed om te weten. Kom op, Blippi. Hop er naartoe. Voorzichtig, dit hek is 6 voet lang. Goede sprong. Klaar om nog over te gaan? Ja! Wat dacht je van een 10-voeter? Wow! Ja! Woehoe! Op de beste springer die we ooit hebben gezien! En nu heb ik het antwoord op mijn vraag. Hoe hoog kan een kangoeroe springen? Kangoeroes kunnen tot 3 meter boven de grond springen. Upload antwoord, Diebo. Dat was leuk, Blippi. Woehoe!
Goed afkoelen. Daarom lik ik mijn arm. Het is een kangoeroeding. Dag. Doei doei. Wow, Tabs, kijk naar dit geweldige regenwoud. Je hebt gelijk. Ik wed dat er allerlei interessante dieren in zitten. Ik vraag me af, wat voor soort dieren leven er in een regenwoud? Ik heb de spinnenpoten en de grijparm nodig. Spinnenpoten, grijparm, bevestigd. Activeer Blippi Station! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur! Wow, deze plek is zo groen. Ze moet hier echt heel veel regen krijgen. Ja, dat klopt inderdaad. Hi, ik ben het, Blippi. En dit is Tabs. Hallo, ik ben Bai. De grote pandabeer. Blij je te ontmoeten. Wij willen heel graag weten wat voor soort dieren er in het regenwoud leven. Kun jij ons rondleiden? Ja, oké. Maar ik heb een afspraak met mijn zus voor de lunch en ik ben altijd te laat. Dus ik wil er graag een keer als eerste zijn. Het zal niet lang duren. Super! Nou, laten we kijken wat we kunnen vinden. Yeah! Dankjewel, Bai. Ik krijg wel een beetje honger voor de lunch. Dus zou je me kunnen helpen onderweg wat bamboe te verzamelen? Gewoon voor een hapje. Tuurlijk! Wow! Deze bamboe is zo hoog als een huis. De sappigste scheuten staan bovenaan. Wil je helpen? Wow! Zo lief! Wow, kijk, een aapje! Hij is een gouden aap. Hoi, Fred. Sorry, Fred. Alle panda's houden van bamboe. Het is eigenlijk alles wat we ooit eten. Zelfs niet ijs? Zelfs geen ijs. Tenzij het bamboesmaak was. Kun je wat meer bamboe voor me halen? Al dat kauwen maakt me vreselijk hongerig. Natuurlijk. Daar is een hele mooie stengel. Wow, kleine rode beestjes. Oh, het zijn Reese en Fiona. Het zijn rode bamboesnuikkevers. Hallo, kevers. Oh nee, ik kom weer te laat. Sorry, we moeten gaan. Oh, niet weer. Het spijt me, maar ik hielp mijn nieuwe vrienden, Blippi en Tabs. Hallo. Mag ik misschien wat van je bamboe hebben, alsjeblieft? Bedankt voor de rondleiding, Bai. Je hebt me echt geholpen mijn vraag te beantwoorden. Wat voor dieren leven er in het regenwoud? Gouden aapjes, rode kevers en reuze pandaberen die heel graag bamboe eten. Upload antwoord, Tabs. Ik denk dat het voor ons ook tijd is voor een snack. Tot ziens, hè. Doei doei, bye. Halloween is geweldig, Tabs. En ik hou ook heel erg van trick and treaten. Hey, kijk, een spookhuis. Wow, kijk naar al die decoraties. Zo cool. Je hebt gelijk, Tabs. Misschien zijn er binnen tractaties. Ik vraag me af, wat zit er in een spookhuis? Laten we dat uitzoeken. Ben je klaar, Tabs? Tabs? Huh? Ik kan maar beter naar het spookhuis gaan om Tabs te zoeken. Dit kan nog wel eens leuk worden. Hoi, ik ben het, Blippi. Ik ben op zoek naar mijn vriend Tabs. Heb jij haar gezien? Hoi, Blippi. Ik ben meneer Pompoen. Wow, was dat een spook? Waarschijnlijk, ja. Ik heb Tabs niet gezien, maar je kunt haar zoeken in dit huis vol magisch en spookachtig plezier. Veel plezier! Super! Misschien heeft mijn vriend Bones Tabs gezien. Hij is in de kelder. Ik zou maar beginnen door de trap te nemen. Oké, bedankt, hè. Wow! Hij verandert in een glijbaan! Meneer Pompoen? Tabs? Hallo? Wow! Oh, sorry. Oh, maak je geen zorgen. Dat gebeurt altijd met Bones. Misschien heeft hij Tabs gezien. Ik kan hem beter opvegen. Dat zou ik niet doen als ik jou was. Wow. Hey Bones, nogmaals sorry, hè. Wow. Misschien weet die vliegende geest waar Tabs is. Laten we hem volgen. Wow. Hoi, Hex. Doei, Hex.
Nou, dit lijkt op een dood spoor. Ik vraag me af waar iedereen naartoe is. Huh? Wow, cool! Een draaiende muur! Wow. Gefeliciteerd, Blippi! Je bent helemaal door mijn spookhuis gekomen. De trucjes zijn voorbij en nu is het tijd voor de tractaties. Maar wacht, ik ben nog steeds op zoek naar Tabs. Tabs, jij was het spook de hele tijd. Nou, nu heb ik wel het antwoord op mijn vraag. Wat zit er in een spookhuis? Leuke spookachtige skeletten, spinnenwebben, een pratende pompoen, spinnen, een heks en een zwevend Tabs-spook. Upload het antwoord, Tabs. Bedankt dat we zoveel plezier mochten hebben in je huis, meneer Pompoen. Fijne Halloween. Fijne Halloween! Het is zo warm buiten vandaag dat mijn ijsje smelt in mijn hand. Ik vraag me af, waarom smelten ijsjes in mijn hand? Wat zeg je, Tabs? In de ijskar gaan en het aan een expert vragen? Dat is een goed idee! Ik heb vleugels nodig, de graafarm en eendenvoeten. Vleugels, graafarm, eendenvoeten geactiveerd. Activeer Blippi Station! De Blippi-mobiel is klaar voor avontuur. Laten we gaan uitzoeken waarom mijn ijsje altijd smelt in mijn hand. En we gaan krimpen! Woehoe, ik zit in de ijskoudtruck. Hallo, welkom in mijn buurt. Ik ben Sherry Pop. Blij dat je even binnenwipt. Hoi Sherry, ik ben het, Blippi. Ik vraag me af waarom mijn ijsje altijd smelt in mijn hand. Oh, dat weet ik wel. Maar laten we eerst wat bevroren plezier hebben. Oké. Woehoe, we zijn aan het ijsboorden. Haha, lekker spiegelglijden. En chocoladesaus snorkelen. Sherry, ben je aan het smelten? Ja, ik smelt, want ik heb het erg warm. Maar ik ga even afkoelen in de vriezer en dan ben ik zo weer in orde. Oh, ijskoud. Hoe gaat het daar binnen, Sherry? Het is freezy breezy. En nu gaat het weer goed. Oeh, wow, het ziet er super koud uit daar binnen. Ja, het is cool om het koud te hebben als je een bevroren dessert bent zoals ik. Mijn ideale temperatuur is 0 graden Celsius. Als ik zo koel blijf, zal ik nooit smelten. Goed om te weten. Ik zie het. Je bent net als mijn ijsje van daarnet. Toen het uit de vriezer kwam en in de hitte van de Blippi-mobiel was, smolt het op me. Het klinkt alsof je ijsje op bezoek had moeten komen. Ja, je hebt gelijk. En dat betekent dat we het antwoord op mijn vraag hebben. Waarom smelt mijn ijsje in mijn hand? Dat komt omdat ijsjes smelten als ze te warm worden. En daarom bewaren wij ze in de vriezer. Upload antwoord, Tabs. Sherry, bedankt voor een heerlijk avontuur. Het was zo cool. Blijf cool, hè, Blippi? Tot ziens, Sherry.